Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport. Ja, Hans Hatenboer, mooi dat je aan de lijn zit. Je komt net terug van een training. Jullie mogen daar in Italië al in groepsverband trainen. Hoe is het voor jou? Ja, klopt. We zijn sinds afgelopen maandag, de 18e, trainen we weer volledig met een volledige groep. En in de training is er op dit moment niet veel anders dan normaal. Vind je het eng? Een beetje? Nee, helemaal niet. Ik moet zeggen, ik ben niet echt angstig. Er wordt goed voor ons gezorgd. De maatregelen zijn voldoende maatregelen. Dus weet niet, ik ben er niet bang voor. Nee. Hoe zit het dan met de competitie? Want jullie doen het niet voor niets natuurlijk. Ik neem aan dat je hoopt dat er gewoon gespeeld gaat worden. Ja, ze gaan ervan uit dat er volgens mij midden juni, dat we midden juni de competitie weer gaan oppakken. Maar er is nog geen officieel besluit genomen. Volgens mij wordt dat ergens midden deze week. Wat er besloten van hoe en wat. Maar ja, ik ga ervan uit dat er weer gevoetbald gaat worden. Midden of misschien eind juni. Ben je fit? Ja, bij ons lijkt wel alsof iedereen gewoon, alsof niemand heeft stilgestaan. En dat is ook zo. Ze hebben goed voor ons gezorgd. Iedereen heeft een loopband thuis gekregen en gewoon een programma. Dus ik moet zeggen, we hebben wel natuurlijk 2 maanden gewoon niet in de groep kunnen trainen. Maar moet zeggen, je ziet het er niet aan af. Nee. Nou was het natuurlijk een bizarre periode, zeker voor jou daar in Bergamo, wat eigenlijk een beetje het epicentrum wordt genoemd ook, hè, van die corona-uitbraak. Kun je kort beschrijven hoe die afgelopen maanden voor jou waren? Ja, ik moet zeggen, het was wel onwerkelijk, moet ik zeggen. Het was een hele vreemde situatie, omdat je vanuit het niets was het gewoon, zat je binnen. Mocht je er niet uit alleen om boodschappen te doen of de hond uit te laten. Gelukkig moest ik beide doen, dus ik kwam er nogal uit. En vanaf begin, zeg maar, na de wedstrijd van Valencia die we uitgespeeld hebben, is mijn vriendin gelijk van Valencia terug naar Nederland gegaan. Dus omdat we het aan zagen komen hoe het ervoor stond. Ben ik hier alleen geweest. 2 maanden of 7 weken, denk ik. Ja, en dan hoor ik bij de collega's van Bureau Sport dat je zelfs tegen je hond gaat lopen praten. Ja, maar ik moet zeggen, dat zei ik ook tegen hun. Ik was wel heel blij dat hij er was. Want ik moet zeggen, als hij er niet was geweest, was het een stuk zwaarder geweest. En dit maakte het wel een stuk makkelijker, omdat je gewoon, Je moest eruit en het weer was ook goed, dus ik kon gewoon mijn rondes maken. En zo kwam ik in ieder geval een beetje uit en zo kwam ik toch de dag door. Hou je ook een beetje ritme, want je moet wel opstaan en je moet wel, dat scheelt ook wel heel erg veel, denk ik. Ja, ja, en er is iemand die dus een beetje naar jou luistert, helaas niet terugpraat. Nou zei je ook, en dat was dan wat serieuzer, dat die coronaperiode, hè, de afgelopen 2 maanden, die nog niet over is natuurlijk, maar dat die jou echt heeft veranderd. Wat is er dan veranderd aan jou? Nou, ik moet niet echt heel erg veranderd, maar ja, ik stond ineens dat ik er gewoon echt alleen op mezelf aangewezen was. Dat ik gewoon de hele dag gewoon, dat je opstaat en dat je alleen bent, dat je gaat slapen, dat je ook weer alleen bent. Dus dan, dan zit je de hele dag alleen thuis, dan... Ik moest elke dag voor mezelf koken, ik moest alles dat doen. Ik moest voor de hele week boodschap doen, omdat je geen zin had om naar de winkel te gaan elke dag. Omdat, het is geen pretje om toen die tijd, nu is het wel veranderd, maar toen die tijd om ook boodschap te doen. Hoor. Dan sta je daar in een rij voor een winkel met echt in de file en dan mogen zoveel naar binnen, zoveel niet. En dan moet je maskers zijn, gezicht, mondkapjes zijn verplicht, zeg maar. Handschoenen moet je aan, je moet je handen desinfecteren. Temperatuur wordt gemeten, dus ja, dat was geen pretje. Maar ja, je bent toch wel echt gewoon 7 weken op jezelf aangewezen. Ja, want vroeger had je je moeder, daarna een vriendin, dus nu moest je dus echt helemaal zelf doen allemaal. Nu moest ik helemaal zelf doen, ja. Helemaal zelf ja. Doen. Maar dat ben ik wel benieuwd. Ik moet zeggen, ik heb er niet heel veel moeite mee gehad. Ik zie hier zijn veel meer mensen die het veel lastiger hebben. Er zijn mensen die dan op een appartementje zitten met een gezin en met 2 kinderen. Die,
ja, die ook niet naar school kunnen, die niet naar school kunnen, ja, dan heb ik ook zoiets van, ja, dan mag ik niet klagen. Ik heb hier een mooi appartement, ik mag eruit met die hond. Wat wil je nog meer? Dus ik moet zeggen dat voor mij, als je het ook relativeert, dan was het voor mij een stuk makkelijker. En dat maakt het ook een stuk makkelijker. Je hebt leren koken, zeg je. Volgens mij, je weet hoe dat met Zeefuik bij FC Groningen is gegaan. Die moest dat ook in het begin. Die skypte elke dag met zijn moeder en die zei dan van, ja, je moet nu de zout erbij in doen. Hoe heb je dat gedaan? Nee, zo is het niet gaan. Ik moet zeggen wel dat ik af en toe mijn vriendin geappt heb van, ja, hoe moet dit, hoe moet dat? Maar ik moet zeggen, het ging me best goed af. Kun je een receptje delen? Nee, dat zijn allemaal geheimen. Oké, prima. Nou is het zo dat jij, je hebt die hele periode gehad en nou ja, alle ellende die je ook om je heen ziet natuurlijk. Als je dan nog ietsje verder teruggaat, dat was eigenlijk misschien wel de mooiste periode van Atalanta Bergamo in de historie, waar jij dus ook nog een belangrijk aandeel in hebt gehad. Ja, hoe lastig is dat eigenlijk in één keer weg is? Overmacht natuurlijk, maar ja, dat in één keer weg is. Ja, ik moet wel zeggen, kijk, die wedstrijd, het wordt nu wel achteraf wat dat zeg maar als de bom beschouwd van die uitbraak. Maar ja, even moment, voor de volledigheid, dat was de thuiswedstrijd van jullie in Milaan tegen Valencia. Waar 40.000 mensen vanuit Bergamo die kant op moesten. Het zou heel goed kunnen dat ook geweest is, maar tegen die tijd was het nog niet zo bekend en dat het zo gevaarlijk en dat er zo voor stond. Dus ik vind het een beetje achteraf makkelijk praten dat ze kunnen zeggen, ja, toen al in moeten grijpen. Maar wij hebben ook 3 dagen daarvoor hebben wij thuis tegen Roma gespeeld in een vol stadion en een vol eigen huis hier. Dus ja, de situatie was gewoon nog niet, niet zodoende van dat het al op aflast of zonder publiek. Maar ja, we zaten wel natuurlijk, wat je net zegt, sportief zaten in een fantastische periode. Ik denk dat voor de club, voor mijzelf, is dat de mooiste wedstrijd geweest die we ooit gespeeld hebben. En dus achteraf is het, als je er zo op terugkijkt, met wat het heeft opgeleverd, zeg maar. Ja, is het natuurlijk wel, kijk je er anders op terug. Ja, nou weten we dat jouw pa, die vertelt er altijd vol trots over. Die is zo knettergek, die reist jou overal achterna. Ook in Europa, uitwedstrijden enzovoort. Hij was ook bij die wedstrijd in Milaan, dat je 2 keer scoorde. Maar er waren nog veel meer mensen, volgens mij een stuk of 10, 11... vrienden, familie, bekenden van jou, hè? Ja, klopt. En dat maakt het ook gewoon, ja, voor mijzelf gewoon veel specialer. Dat is het veel leuker om, ja, natuurlijk voor mijzelf is het, ja, was voor mijzelf fantastisch. Maar als je met iedereen dat kan delen die erbij waren, net exact die wedstrijd, iedereen die is, dat zo uitkomt, dat maakt het gewoon voor mijzelf nog mooier. En ja, dat ook gewoon dat je met z'n allen zo op terug kan kijken, dat iedereen erbij was. Dus ik denk alleen mijn moeder was er niet bij me. Voor de rest was bijna iedereen was aanwezig. Ja. Had je ook zorgen over je familie en vrienden en de mensen die erbij waren achteraf, toen dus bleek dat toen die hele coronacrisis eigenlijk ook al was begonnen? Nee, ik ben misschien niet te nuchter voor, maar ik heb er sowieso niet echt helemaal geen zorgen over gehad, ook niet over onszelf niet en ook niet over onze teamgenoten, want ja, bij ons heeft natuurlijk ook iemand gehad, maar ja, die is ziek geweest en ik moet zeggen, die is wel heel lang positief gebleven. Dat is volgens mij 40 dagen geduurd dat hij eindelijk niet meer positief was. Maar die heeft er zelf, zeg maar, volgens mij 2 dagen dat hij ziek is geweest. En natuurlijk hier om je heen hoor je wel heel veel andere verhalen. Maar ja, dicht bij mij is het, ja, weet niet, ik heb er niet echt angst voor gehad. Nou zeggen jullie harde kern, de echte ultra's van Atalanta Bergamo, die willen eigenlijk liever niet dat er doorgevoetbald gaat worden. Ook omdat jullie stad en jullie gebied zo hard getroffen is. Ze willen niet, ja, doelpunten kunnen vieren terwijl er zoveel verdriet is eigenlijk. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, aan de ene kant snap je het natuurlijk wel. Maar aan de andere kant, er zijn ook, dat is natuurlijk een gedeelte. Ik weet niet precies hoe het zit. Ik heb dat gelezen. Ik weet niet hoe het precies ervoor staat. Wat ze echt willen. Of een echt statement. Of hoe dat ook was. Maar er zijn ook zoveel mensen die aanspreken van wanneer mogen we weer, wanneer beginnen we weer. Want ze willen, hier willen ze die Champions League, die willen ze winnen. En ja, dat wordt ook gewoon tegen je gezegd. Maar ja, we staan er zo goed voor, ook in de competitie. En het zou zonde zijn als dit seizoen, zeg maar, onbeslist zal blijven. Ja, want we hadden het dan wel over de Serie A, waar jullie als goed is 4e staan. Waarschijnlijk wordt er dan doorgevoetbald, horen we deze dagen meer over.
Maar die Champions League, weet je daar al wat van? Nou, ook die, volgens mij is dat ook nog niet definitief. Volgens mij staat het op programma voor augustus. Dat er in augustus dat die afgemaakt wordt. Maar hoe, wat, waar, op wat voor manier, ja, daar weten wij zelf ook helemaal niks van. Dus het is gewoon allemaal afwachten hoe het zich ontwikkelt. En ook of er een terugslag komt en of er een nieuwe golf komt. Het is gewoon allemaal afwachten. En, maar volgens mij is het doel is om in augustus weer de Champions League op te pakken. Ik neem aan dat jij gewoon zegt voetballen met die handel in de Champions League. Ja, tuurlijk wil je nog. Het staat in de kwartfinale. Het is de eerste keer dat we meedoen en dat we er zo voor staan. Het was een moeilijke start, maar dan hebben we ons gewoon uitstekend teruggepakt. En daar hebben we ons ook gewoon op de kaart gezet. En het zou mooi zijn om het... om dat nog af te kunnen sluiten, om nog een paar wedstrijden te spelen. Maar aan de andere kant, kijk, als het niet af wordt gespeeld, als het niet kan, ja, dan heb je gewoon een verhaal met gewoon een mooi seizoen gehad met de open einde. Dat, ja, zo be it. Ja, en de droom dat je misschien hem wel had kunnen winnen? Of? Ja, kijk, als het met open einde blijft, dan kan je altijd zeggen, we hadden hem kunnen winnen. Want natuurlijk, het is niet mogelijk. Maar ja, dat is natuurlijk niet realistisch. Maar ja, zolang er niet gespeeld wordt, kan je het blijven zeggen. Ja, zo is het ook. In Nederland, de Eredivisie, die is gewoon definitief afgelast. Nou zijn er ook geluiden die zeggen van ja, vanaf juni kan iedereen in Nederland getest worden. Dus waarom niet toch doorvoetballen, langer wachten met die beslissing? Wat vind jij ervan, dat het hier gewoon helemaal stil ligt? Nou ja, Nederland is natuurlijk niet enige. Ze hebben in Frankrijk is het ook afgebroken. En België net zo. Dus er zijn natuurlijk genoeg landen die het wel afgebroken hebben. Dus ja, daar zit Nederland ook bij. Ja. Dat is de keuze die ze nou eenmaal gemaakt hebben, ja. Wie ben ik om daar mijn mening over te geven? Dus dat had niet zo gemoeten of had wel zo gemoeten. Ja. Het is de keuze van de overheid. En er zijn genoeg andere landen. Dus het is niet zo dat ze in Nederland de enige zijn. Nee. Over de Eredivisie gesproken. FC Groningen zit ook vanwege die coronacrisis in zwaar weer. Erik Nefland, voor iedereen wel bekend, die was volgens mij de eerste speler die echt opstond, de eerste oud-speler die opstond en bekend maakte FC Groningen te willen helpen. Maar jouw naam stond er ook al heel snel tussen. Wat heb je precies gedaan? Nee, tuurlijk, want natuurlijk, als je dat leest, ik ken natuurlijk nog veel mensen ook die er werken en ik ken ook een paar die ontslagen zijn en dat het doet wel wat met je. En toen ik dat hoorde van het plan, want Henk Hagenau die belde mij op. Ja, dan natuurlijk wil je helpen. Het gaat ook nog naar een goed doel. En dan help je niet alleen de club, maar je helpt er ook nog gezinnen mee. Dus ja, dan heb je gewoon twee vliegen in één klap. En dat maakt het nog mooier. Dus natuurlijk doe ik daar ook aan mee. Ja, want voor de goede orde, je hebt seizoenkaarten gekocht. Die je eigenlijk in principe doneert aan een goed doel. Dus elke thuiswedstrijd straks, als er weer publiek mag komen, zit er een kind op de naam van Hans Hatenboer in het stadion. Daar komt het eigenlijk op neer. Als het goed is, komt het daarop naast. Nee, zo heb ik het ook begrepen, inderdaad. Ja, ja. Want je zegt Henk Hagenau, de oud-verzorger. Hoe ging dat? Is dit een projectje van hem of een idee van hem? Nee, ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe dat tot stand is gekomen. Ze hebben een groepsapp aangemaakt en daar zaten heel wat mensen in voordat ik erbij kwam. Dus het begin daar was ik niet bij. Ik ben daar later weer bijgevoegd en bijgesprongen. Dus hoe dat tot stand is gekomen, geen flauw idee. Maar Henk belde mij en natuurlijk doe je dat mee. Ja, echt geen twijfel mogelijk. Want eigenlijk, Hans Hatenboer wordt altijd in één adem met Beerta ook nog genoemd. Ja. En de provincie Groningen, die verbinding is nog steeds heel sterk, begrijp ik. Nee, tuurlijk. En ik heb er 12 jaar rondgelopen. En moet zeggen, heel veel eraan te danken. Dus als je op zo'n manier kan helpen en dan ook nog een goed doel kan helpen, ja, dan is het makkelijk. Ja, niet de mensen, want naast Hans Hatenboer ook Virgil van Dijk, Suarez zag ik. Alleen Arjen Robben, die mis ik nog. Moet de grote Hans Hatenboer hem niet even een beetje oppoken? Die zal waarschijnlijk ook al wel iets gedaan hebben of nog doen. Maar ja, dat weet ik niet. Ja. Het zou heel goed kunnen dat hij al wat gedaan heeft, maar anoniem wil blijven. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is.
Nou heeft TOS, jouw allereerste club in Beerta, ja, die heeft het ook, dat is natuurlijk al wel een tijdje gegaan, maar heeft het ook niet heel makkelijk. Ben jij daar ook een beetje, ja, help jij ze ook op een of andere manier? Of? Nee, ik moet zeggen, ik heb ook niet heel veel contact meer met mensen. Ik heb laatst gelezen dat, ja, dat zeg maar, dat, of meegekregen dat ze een nieuwe trainer hebben. Voor volgend seizoen. En dat, ja, dat afgelopen of een paar maanden geleden dat ook ja, Mr. Tos is overleden. Ja. En die er al rondliep toen, toen ik er was, zeg maar, die er altijd was. Dus ja, dat is natuurlijk sowieso voor de club zelf is dat, en voor het dorp is dat gewoon een groot verlies. En dat zal het voor de toekomst niet heel veel makkelijker maken. Nee. Dan nog even over jouzelf, Hans. Hoe zit het eigenlijk met jezelf? Jouw naam wordt al maanden en vorig seizoen eigenlijk ook al genoemd. Ik zie mooie clubs voorbij komen. Milan, Napoli, misschien zelfs wel Valencia. Nou, daar heb je helemaal laten zien. Hoe zit het met jou? Wat ga je volgend seizoen doen? Ja, ik heb geen flauw idee. Ik heb al een paar keer verlengd hier weer. Dus ik weet niet. Natuurlijk, ik zit hier nu 3,5 jaar. Dit is het vierde seizoen. En kijk, als er wat moois komt, dan ja, natuurlijk wil ik wel graag weer een andere competitie zien. Of ja, bij een andere club. Zoals ik toen ook bij Groningen heb aangegeven. Ja, dat ik wel gewoon niet zo lang bij één club wil blijven. Maar ja, ik zit hier natuurlijk goed op mijn plek. We hebben hier, we doen het goed. Ik speel altijd. En ja, ook de resultaten zijn. Dus het is om iets goed nieuws weer te vinden wat zeg maar, vergelijkbaar of beter is lastig. Maar mocht er iets komen, dan sta ik er zeker voor open om, ja, om een stap te maken. En, misschien is dat deze zomer. Het kan heel veel kunnen, maar je weet ook niet hoe het loopt met de crisis en hoe de clubs ervoor staan. Daarom is het in ieder geval, in dat opzicht is het nog beter dat we wel weer gaan spelen. Ja, want dan kun je jezelf ook weer opnieuw laten zien. Hè? Anders gaat het ook maar als een nachtkaars uit. Ja, plus dan hebben ze gewoon de financiën ook om, ja, om geld op tafel te leggen natuurlijk. Ja. Hoe sta je daar zelf in? Ben jij een echte Serie A-speler geworden? Of zeg je van nou, er zijn ook genoeg mooie andere competities? Nee, er zijn genoeg andere competities. Kijk, ik hoef niet nog de hele rest van mijn carrière in Italië te spelen. Maar ja, mocht dat wel zo zijn, ja, dan is het ook gisteravond natuurlijk. Zoals je ziet, dat zonnetje het hele jaar bijna schijnt. Ja, ik wil nog graag gewoon, moet ik ook eerlijker zijn, wil graag nog een keer een andere competitie spelen. Ja, en kijken hoeveel beter je nog kan worden, want dat zit er ook wel een beetje in, toch? Ja, precies, ook dat. Ja. Je hebt het over het zonnetje, ik zie je daar zo zitten. Nou, er zijn genoeg reportages ook geweest van jou in Bergamo, FC Groningen TV bijvoorbeeld. Ik zie jou wel, je bent wel echt een Zuid-Europeaan geworden, hè? Ja, dat niet, maar ik moet zeggen, het is wel makkelijker leven hoor, als het, ja, als het met mooi weer. Maar ik moet zeggen dat hier in de winter het ook gewoon koud is hoor. Ja, oké. Je kookt zelf, nou het is nu volgens mij 7 uur, dus in Italië nog lang geen etenstijd. Maar wat staat er op menu vanavond? Ik heb geen flauw idee. En ik kan ook geen boodschap doen, maar ik heb de auto bij de garage staan. Dus ik moet nog even kijken wat het gaat worden vanavond. Nou, succes. Gelukkig zijn de restaurants weer open, in ieder geval om af te halen. Dankjewel voor je tijd. En laten we hopen dat je het seizoen en de Champions League ook tot een mooi einde kunt brengen. Ja, is goed. Dankjewel. Oké, hoi. Oké, hoi. Hoi.